Ik ben Michiel en ik ben Data Lake Platform Engineer binnen IT bij Stedin. Soms heb je iets gepland en dan komt er een probleem voorbij. En dan moet je opeens dat probleem gaan oplossen. En dat puzzelen daarin, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik ben bezig met kabels en leidingen. Dingen die eigenlijk helemaal niet zichtbaar zijn, maar allemaal in de grond liggen. In vorige functies heb ik daar ook dingen mee gedaan en heb ik daar een soort van fascinatie voor opgebouwd. Je ziet het niet, het is er wel en het is heel belangrijk. En om daaraan bij te kunnen dragen, dat is heel erg gaaf om te doen. Wij faciliteren een platform waarop data geladen kan worden over bijvoorbeeld kabels en leidingen. Om daarbij ervoor te zorgen dat afdelingen modellen kunnen maken en voorspellingen kunnen doen om vervolgens bijvoorbeeld congestie te beheersen. Als Data Lake Platform Engineer beheren we het dataplatform binnen Stedin. Dat betekent dat we nieuwe features introduceren. We onderhouden het en monitoren het. En zorgen er daarvoor dat iedereen binnen Stedin met een databehoefte daar gebruik van kan maken. Ik heb gekozen voor het werken bij Stedin omdat het een maatschappelijk relevant bedrijf is, zeker nu met de energietransitie. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om hier te werken omdat het een technisch bedrijf is en ik dat heel gaaf vind om dat samen te brengen met mijn huidige dataskills. De werksfeer binnen het team is heel informeel, de lijntjes zijn kort. We kunnen eigenlijk heel hard werken, maar dat ook heel goed afwisselen met een lach en een grapje en dat maakt de mix wel heel erg leuk. Buiten werktijd spreken we ook af met collega's. Zo hadden we afgelopen week bijvoorbeeld een teambuilding activiteit waarbij we naar een kookstudio zijn geweest. Waar we samen met een ander datateam tegen elkaar in een kookwedstrijd zijn gaan koken. En om de week gaan we ook met elkaar lunchen, bijvoorbeeld in de Markthal of ergens anders hier in het centrum van Rotterdam. Ik ben het meest trots op het helpen met het oplossen van iemands probleem. Of juist het helpen om een gave oplossing te bedenken waarbij iemands leven of eigenlijk werk makkelijker wordt.